bovenop. Dan pakt de beveiliger eerst mij en dan jou. Dit is de laatste waarschuwing die ik nu geef. Bram, een wereldse dag. Yes, eindelijk. De kogel is door de kerk. Nederland heeft zich hier maanden voor klaargemaakt. Angela, leuk dat je kijkt. Nee, ik denk zelfs dat dit de grens overgaat. Denk je? Ja, ik denk dat dit ondertiteld wordt in het Engels. Wij worden verkocht. De BBC, alles wil dit uitzenden. Dat denk ik ook. Ik denk onrecht. Dat... En op BBC, unright. Oh, unright. Ja, dat denk ik ook. Een prachtig programma. Er zit alles in. Passie, strijd, duwen, trekken. Juist, geweld. Geschreeuwd. Erg belangrijk. Juist. En om meteen af te trappen, krijgen we meteen ook een wereldse zaak. Ja. En dat betreft Ananya. Dus al met al een trieste zaak en dit zaakje stinkt. Dit is episode 1 of Unright. Welkom to Unright, where we solve problems. Big problems. Big problems with a wig. Yes. Oh, a wig. Ja, dat is het. With a knip eye. We gaan erin. Oké. Okay. Hallo? Hi. Hi. Ananya. Hallo. Dag Ananya. Dit is dus Ananya. Ze werd tot 2 keer toe gedupeerd door haar woningbouwvereniging. Het begon in haar oude huis, waar zij werd gestolkt door haar buurman. Nee, jij bent allemaal hele gelaten. En toen sloeg hij iemand knock-out. Deze verwarde buurman deed hardnekkige pogingen om met Ananya in contact te komen. Ze kreeg de een na de andere creepy brief. Ik heb daar niet gelijk op gereageerd. En toen vond hij dat niet zo leuk, dus kreeg ik een tweede brief. Hallo. Mijn buurvrouw, ben echt geïnteresseerd in u en uw dochter. Dat is al creepy. Ja. Iemand die geïnteresseerd is in je dochter. Ja. En indien bent u niet bezet. Maar op zich, weet je, het is een beetje opdringerig, maar... Het is vrij... Het is nog lief. Aardig. Was je wel op zoek op dat moment? Ook niet echt. Nee. Nee. Maar je had de deur wel op een kier. Was die te oud? Nee. Had hij geld? Nee, ook niet. Oh nee, dan snap ik het. Hoe zit het in de liefde nu? Ja, vrijgezel. Nice. Dus ben jij een kijker en denk je van goh. Mail dan naar onrecht@pons.tv. Yes. Maar goed, ga verder. Dus dit was nog sympathiek. Ja, dus ik heb een hele nette brief gemaakt met... Hey, ik vind u een hele lieve buurman, maar ben niet geïnteresseerd. Nee. Daar was die niet zo blij mee. Wat is de reden dat wil je niet met me omgaan? Serieus, ben je een hoer? Vraagteken. Hij vraagt het wel netjes. Het is niet dat hij zegt, je bent een hoer, hij vroeg het. Ja. Daarna begon hij bij mijn deur aan te bellen, midden in de nacht. Moeder, doe het erop, hè? De politie heeft ook een paar keer ingegrepen, neem ik aan. Wat heeft hij over die man gezegd? Nou, een paar keer ingrepen. De politie die heeft 3 weken lang bij mij elke avond in mijn huis gestaan. Vanwege de buurman. En dan nog, dat kost de klauwen vol geld. Ja. En dan nog die vent er niet uit zegt. Nee, dan nog, maar dat kan de politie niet doen. Dan moet een alliantie. Nee, dat snap ik, maar als er zoveel meldingen zijn. Ook andere bewoners van de alliantie hadden last van de verwarde man. Maar de woningcorporatie liet het probleem op zijn beloop. Voor Ananya zat er uiteindelijk niets anders op dan te verhuizen. Via de alliantie krijgt ze na lang aandringen deze woning toegewezen. Maar ze belandt van de regen in de drup. Je ziet dat het helemaal bruin is en dat betekent dat het ook gewoon in het ventilatiesysteem helemaal dicht zit. En ze horen per bewoner het ventilatiesysteem te vernieuwen. En vooral... Dat hebben ze niet gedaan? Nee. En die vieze bruine plekken, joh. Ik wil liever dat ze een scheid aan het plafond heeft gesmeerd, joh. Ja, dat is niet normaal. Met Ananya's nieuwe huis blijkt van alles mis. Doe het eens hier, maar dat gaat heel soepel. Nee, maar Dennis, dit kan je niet maken. Soms moet je even laten zien hoe erg het is. Je moet een stap terugzetten om daarna 3 vooruit te zetten. Ja. Maar bij de onderhoudsgebreken blijft het niet. Want het huis dat Ananya toegewezen heeft gekregen... is beschikbaar gekomen doordat de vorige bewoner erin is overleden. Deze bewoner heeft een tijd lang dood in huis gelegen... en de woning is daarna nooit fatsoenlijk gereinigd. Nou, ruik maar, Dennis. Kijk naar het. Ja, zeg jij het eens, Bram. Wat we hier ruiken, dat had je eerst door het hele huis. Door het hele huis, ja. Oh. Ja, nee, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik had de geur wel heftiger verwacht. Maar ze heeft natuurlijk al best wel veel opgeknapt. Ja, als je dan nog wat lijkengeur, dan verwacht je echt iets onpasselijks eruit. Ja, want bij CSI doen ze altijd zo'n soort menthol dingetje onder hun neus... dat je die lijkenlucht niet ruikt. Dat is nu niet nodig.
jij denkt dus ook dat het hier is gebeurd? Ik heb het idee van wel, ja. Omdat, nou nu, ik moet zeggen dat we al best wel veel bleek hierop hebben gegooid. Ja. Waardoor de geur al best wat weg is. Want ik voel wel een soort... Energie. Ja, energie. Ik voelde wel een soort aanwezigheid. Ik voel een entiteit. Een geest, een aanwezigheid, een geest. Punt. Maar even tussen al dit gezeik en gezuur door, je hebt ook gewoon je eigen leven. Ik heb ook nog een eigen leven. Nou ja, laten we eerlijk zijn, het is maandagmiddag, je zit hier op de bank. Ja. Heb je werk? Ik heb werk. Ah, kijk. Wat doe je? Ik ben dansdocent. Kijk, ja. Let's dance. Oh, oh. Hoe lang? Dennis, kom je ook nog? Nou, zo verkeerd is het niet. Nee, hè? Ik kwam jou tegen. Oh, heel! Terug naar de zaak. Om te beginnen gaan Bram en Dennis een kijkje nemen bij Ananya's oude woonadres. Hoe is de situatie daar nu? Woont haar stalker daar nog steeds? En zo ja, bezorgt hij de andere bewoners nog steeds overlast? Of heeft de woningbouwvereniging dat probleem nu wel opgelost? Jij gaat erin, jongen. Maar met die geluidsfragmenten, toen hoorde je wel echt even de twisted mind van die man. En dan heb ik wel zoiets van, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Fuck jou met je programma, Dennis Schouten. Ja. Met je confrontatie. Die man die steekt je dood. Zie je het voor je? Ja. Nou ja, dan ga je toch met eer en faam. Nou, ik heb daar niet zo zin in. Oh. Maar ik heb wel connecties. Ja? Ik heb namelijk een beveiliger. Middag, Sam. Hey, Hassan met Bram. Hey, Bram. Ben je lekker veilig? Ik ben veilig. Nice. Nou, ik niet, Hassan. Moet ik dan nu gaan rijden voor je? Nou, als ja, het heel kan, graag. Heel graag. Nu gaan we naar Nathan. Yes, en zo... Het iron. Daar is weinig nice aan. We zijn aanbeland in Ananya's oude buurt. Naar verluid woont haar stalker er nog steeds. Voor de jongens haar aanbellen, scannen ze nog even zijn Facebookpagina om te zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dit is een van de foto's die hij van zichzelf heeft gepost. Maar ik heb een wat posts nog gevonden van Nijssel om iets meer in kaart te brengen. Wat van man is dat nou? Oké, nou lees maar op. Ik, Nijssel, wil graag spoedig mogelijk met kroonprinses Katrina aan Mediatroon. Ja. En toen zij niet antwoordde, stuurde hij wellicht. Bent u een hoer? Vraagteken. Dat is jouw verlossen. Ja, dit is Dennis. Dag Hassan. Hey. Dennis. Hey. Ja, Bram zei, we hebben jou nodig. Ja. Dat is zo'n tricky zaak. Maar wel echt blij dat je er bent, want veiligheid is de bom. Hallo, kunnen we misschien even binnenkomen? De deur valt net dicht. Ja. Ja. Zien we dan. Ja. Dag meneer. Goeiedag, hallo. Ik ben Bram. Hallo. Ik ben Dennis. Hoe maakt u het? Wat wil u? Goed. Waarvoor wij komen? Wat kan ik doen voor jullie? Wat? Kent u misschien Ananya? Ananya. Ananya woonde ooit hier? Ja. Maar Ananya is vertrokken. Vertrokken, ja. Weet u ook waarom? Het huis. Weet je niet, het huis met zijn betere huis gevonden. Nou. Nee, Ananya zegt ze zijn vertrokken door u. Ja, oké. Okay. Is een beetje misverstandig misschien, maar ik heb echt enige gevoelens tegen haar. U had gevoelens, maar zij was niet verliefd op u? Zij was niet, nee. En toen op een gegeven moment stuurde u een brief, ben je een hoer? Ik heb haar gezien met 5 verschillende mannen. Maar nu is het helemaal afgelopen. Zij is weg en... Ja, maar zij is gevlucht voor u. Nee hoor. Ja, dat zegt ze wel, want u bleef haar maar stalken. Heeft u dan niet gedacht, misschien moet ik een keer op zoek gaan naar hulp? Ik heb gedaan dat. Medicijnen ook? Ook één medicijn heb ik gebruikt, ja. Tegen stemmen. Stemmen? Ja, eigenlijk vind ik zijn afluisterapparaten. U denkt dat mensen u afluisteren? Ja. Nou, want er zijn ook andere buurtbewoners die zeggen soms last van u te hebben. Nee hoor, nee. Dag, tot ziens. Tot ziens. Fijne dag. Doeg. Hassan, heb jij nog een moment van dreiging gevoeld? Dat je daar nu loopt uit de klauwen? Nee, ik zag hem wel op een gegeven moment een box maken. Zo. Ja, dat ik zag het. Nou, het zal misschien een moment zijn, maar gelukkig viel het me mee. Dat viel inderdaad best mee. Maar dat Nijsan in geestelijke nood verkeert is wel duidelijk. Volgens hemzelf houdt hij zich nu rustig. Maar zijn buren denken daar heel anders over. Maar wat is er veranderd in zijn gedrag sinds Ananya is vertrokken?
niks. Maar overwegen jullie nu ook net zoals Ananya om het gebouw uit te gaan? Ik overweeg wel om weg te gaan. Ik heb 2 kleine kinderen. Ja, dat is gewoon wel een situatie waar ik hem niet in groot wil brengen. Ik ga weg wat er ook gebeurt. Ja. Al moet ik ook het slaap nog niet veronderen in de kartonnen doos onder een brug. En dat ik hier nog langer moet blijven. Ja. Uw situatie is niet meer te redden? Nee, nee. Nou, maar laten we dan wel hopen dat die voor anderen nog te redden is. En laten we daarvan gaan. Laten we een jel even doen. Van aaien boven de aaien. Oh, nee, niet doen. Oh jee. Oh, oeps. Eigenlijk, dit programma helpen we alleen maar meer mensen de Filistijnen in. Jongens, ik ga het niet. Sterkte. Ja, sterkte. En sorry van de hand. Ja. Ik ben verzekerd. Even een samenvatting. De bewoners slaan massaal op de vlucht en Nijzan zelf blijft zitten waar hij zit. Verwarde mensen zijn een steeds groter wordend maatschappelijk probleem dat lastig aan te pakken is. De Alliantie heeft er blijkbaar ook moeite mee, want die doet helemaal niets. Fuck de Alliantie. Fuckers. Come and get you. Toch? Oh, is dit een dreigement? Ja. Oké. Okay. Nou, dat zijn jouw woorden. Ja. Hoe zeg je dat in het Twents? Wie pakt u aan? Wie pakt u aan? Maar alles op zijn tijd. De volgende dag gaan de jongens eerst terug naar Ananya om haar bij te praten. En, verrassing, ze hebben een specialist ingeschakeld. Dat is het medium. Ja. Top, top, top. Hallo. Hallo. Yes, kom verder. Dankjewel. Oh, god. Dag, nee. Joke. Hallo. Joke? Toch? Nee, ik ben Alida. Alida? Ja. Nou, maar u bent ook maakt wel. Niet uit. Ah, dat gaat. Heerlijk. Direct bij binnenkomst voelt Alida inderdaad een aanwezigheid. Klopt het dat hier een oudere dame heeft gewoond en dat die hier is overleden? Die lieve schat, die is wat kwijt, die is een ring kwijt. Dus dat is het enige waarom ze hier nog is. Ze is hier helemaal niet omdat ze niet jou dit gunt. Sterker nog, zij is hier ook heel gelukkig geweest. Dus dat ga jij ook worden. Ze nemen ook een kijkje in de badkamer waar het kwaad volgens Ananya schuilt. Voelt u hier nog wel de energie van de oven? Ja, absoluut. Dat is zeker. Maar het is een hele lieve dame. Ja, maar ze wil haar er toch graag uit. Ja, dat kan. Dat gaan we doen. Ja? Maar waar gaat ze dan daarna heen? We sturen haar naar het licht. Oh. Maar heeft ze de ring dan weer bij haar? Ja, nee, daarom hangt ze hier nog. Maar vindt ze dat dan wel leuk om naar het licht te gaan zonder ring? Kijk, als zij ooit de ring vindt, dan legt ze hem in een glas water in de volle maan. En dan komt het allemaal wel goed. Er zit maar één ding op. Een rituele reiniging met salie om de entiteit te verdrijven. Vlam in de pijp. Doe je ogen maar dicht en denk maar aan iets heel moois. Iets heel moois. Iets heel moois. Ga van mijn hart af. Kijk, dat kun je dus al zien, hè, dat hier weinig aan de hand is. Want anders stond dat ding echt wel in de fik en dan proberen ze het uit te blazen en dat soort zaken. Dat gebeurt er niet. Wie is ze? Ja, de entiteit. Zullen we hem uitdoen, lieve schatten? Nou, wacht nog heel even, want ik heb namelijk fors geïnvesteerd in de bitcoin. Dat laat nog een beetje op zich wachten. Stijgt niet, daalt niet. Wat denk jij ervan? Hoe gaat het eruit zien het komende jaar? Bitcoins? Waarom wil je daar? Ik wil monies. Waarom? Ja, leven draait om geld. Wij moeten jou ook betalen. Nee, ik ben hier voor niets. Ik heb het vandaag. Doei. Ananya. Dan is het nu tijd voor echte actie. Op naar woningbouwvereniging De Alliantie. Waarom doen ze niets aan de situatie op Ananya's oude adres? Waarom hebben ze Ananya in een lijkenhuis gestopt waar de kastjes uit hun voegen vallen? En waarom komt er geen actie op haar smeekbedes om er iets aan te doen? Om goed beslagen ten ijs te komen, facetimen de jongens eerst met Denise van Friendly. Zij is de oprichter van een juridisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in huurrecht. Waar gaat het mis in dit geval? Nou, ik denk dat het misgaat op het moment dat de Alliantie haar een tweede woning aanbiedt. En die tweede woning, de nieuwe woning, die moet natuurlijk vrij van gebrek worden opgeleverd door de verhuurder. Ja. En het feit dat daar nog een kwade geest rondzwoelt, kunnen we daar ook iets mee? Dat zei medium Ali. Nou ja, elke situatie waar je als huurder last van hebt, kan als onderhoudsgebrek worden aangemerkt. En als er sprake is
heeft van een onderhoudsgebrek, dan dient de verhuurder daar wat aan te doen. En of dat nou een kwade geest is, of een stank of schimmel, dat maakt niet uit. De wet maakt daar geen onderscheid in. Jongens, kunnen we het E-team muziekje eronder monteren? Nice. Hallo, wij zijn op zoek naar de heer E. Marsman. De Big Boss. Want we zijn echt belachelijk behandeld. Hebben jullie trouwens iets van thee? Meedenken, respect, duidelijkheid, eerlijkheid. Daar staan ze voor, hè? Dennis Schout, aangenaam. Van de Onrecht, dat is mijn collega Bram. Hallo, ik ben Bram. Dag Bram. Punt Krikken op Instagram. Slide me in mijn DM. Ik heb nog geen toestemming gegeven, hè, dat je mag filmen. Nee, oh, nee maar jullie hebben ook verschrikkelijke dingen gedaan, of eigenlijk dingen niet gedaan. Geen idee. Mag de camera eerst uit? Kunnen we even rustig praten? Nee, we doen alles. Nee, want we hebben al, althans, een slachtoffer aan Anja. Zullen we heel even daar gaan zitten? Want dan kunnen ja, nee, gezellig. Ja, leuk. Laten we dat doen. Waar zijn jullie van? Dat is wij zijn even. Van het ik programma heb ook heel veel vragen. Onrecht. Ja. En ja, we werden gemaild door Ananya. En zij had nogal problemen met de alliantie. Ja. En ja, het is echt verschrikkelijk voor woorden, kan ik wel zeggen. Het gaat er zeg maar over een jonge moeder. Die wordt echt heel smerig gestalkt. Echt de meest walgelijke dingen. Het is ook een man die de hele buurt terroriseert. Iedereen gaat nu uit dat flatgebouw door die man. En in plaats van dat die man er op een gegeven moment naar zo'n stapel bewijs uit wordt gezet, worden de gedupeerden eruit gezet. En dan zet je iemand met urgentie in een huis waar heel lang een lijk heeft gelegen. We waren daar net met een medium. Die geest heerst daar nog. Het verhaal ook wordt steeds groter en ernstiger. Ja. En daarom moet tijd nodig om maar even nu een oplossing komen. En ik wil even graag ruggespraak houden met mijn collega's. Is de heer Marsman aanwezig? Dat ik zou dat niet weten. Maar u zegt ik wil meelezen, daar moeten we natuurlijk mee schipperen. Daar heeft u gelijk in. U krijgt een kwartiertje. Nee. Ga ik niet mee akkoord. 20 minuten. Nee. Ik kan daar nu inhoudelijk helemaal niet op reageren, want ik ken de adres. Daarom zijn we ook eigenlijk op zoek naar meneer Marsman. Mag ik heel even uitpraten? Ik ken het complex. Heel goed, heel groot. En ik weet niet met wie jullie gesproken hebben. Ik weet niet wat er allemaal is voorgevallen. Ik zal me eerst even moeten gaan verdiepen in het dossier voordat ik een reactie kan gaan geven. En ik maak heel graag een afspraak met u om hier morgen over verder door te praten. Maar u bent woordvoerder? Ja. Ja, sorry. Daar komen we gewoon niet verder mee. Nee. U doet uw vak echt heel goed. Ja. Het is veel bla-bla en weinig oplossing, vooralsnog. Maar we willen echt toch graag iemand die echt wat kan spreken. Nou, Dennis, wat denk jij? Ik denk dat we de trappers op gaan. Ik denk het ook. Let's go! Het zou heel vervelend zijn als jullie dat nu gaan doen. We gaan even naar de heer Marsman. Ik zou het heel vervelend zijn. Ananya, ga je mee? Weet jullie waar die is? Ga voorop. Nee. Dan pakt de beveiliger eerst mij en dan jou. Dit is de laatste waarschuwing die ik nu geef. Dat zijn wel wat mannen. Oh, hier zijn ook liften. Meneer Marsman, is die hier? Andere kant? Waar herkennen we hem aan? Goeiedag. Oh, nee, je hoeft niet te fysiek te worden. Nee, maar jij gaat gewoon naar beneden. Je bent op een plek waar ik je niet wil hebben. Meneer, je gaat naar beneden. Dennis. Nee, we gaan gewoon naar beneden. Oh, dus we gaan nu wel het echte vervelend. Je bent op een plek waar je niet moet zijn. Kijk, meneer. Het is toch heel jammer. De alliantie, dames en mevrouw. Mevrouw. Er staat wel heel grote alliantie op, dus geen reclame, zal ik niet doen. Nou ja. Oh ja, ja als er onrecht wordt gecreëerd, moet je wat natuurlijk. Heb je het nog steeds het muziekje van de E-team eronder? Nice. Nou, heel erg bedankt voor de gastvrijheid en dan houden we contact. Ja, dan mag het E-team muziekje nu stoppen. Nou. Zo. Ben je geholpen? Nee. Ben je blij? Nee. Maar daar komt verrassend snel verandering in. De volgende dag al neemt de woningbouwvereniging contact op met Ananya om haar woning eindelijk aan te pakken. De badkamer, die hebben ze heel mooi gekookt. Alleen, ik mocht niet de kleur kiezen, want dat was een soort van straf omdat ik camera's had ingehuurd. Haar huis is inmiddels helemaal opgeknapt en geur- en geestvrij. Dus boys, thanks, want zonder jullie was dit niet gelukt. Onze 700.000 Facebook-fans en 300.000 YouTube-subscribers tellen niet mee. Die anderen stellen online helemaal niks voor. Maar tellen volgens Den Haag wel mee. Dat is echt erg. Abnormaal verschrikkelijk. Word lid en hou poont in de lucht.